Maar dat je ontslagen wordt door je baas omdat je een boek schrijft over je baas, dat is volgens mij een heel uniek verhaal. En daar ga jij ons alles over vertellen. Victor Vulken. Dat wist ik niet van tevoren. Ik had dat gegeven. Hoe word ik op staande voet ontslagen? Dan moet je eerst een baan hebben. Je moet een baan hebben met een contract enzovoort. Dat had ik nog nooit gehad. Ik ben schrijver. Schrijven is geen baan. Dus als ik 1 à 2 uur per dag iets doe, iets nuttigs doe, dan is dat veel. De rest van de tijd zit ik vooral te lubbelen en te lezen. Dus ik was op zoek naar een baan. Ik had filosofie gestudeerd. Wat kun je met filosofie? Niets, dat had mij al verteld en toen ik het studeerde. Daar ben ik maar 1 ding over, nou, daar ben ik wel meer dingen over, maar een baan die plotseling mij heel erg logisch leek, was die van postbode. Waar moest ik aan denken bij het woord postbode? Allereerst aan mijn eigen postbode, een kale man met een tatoeage op zijn achterhoofd, een enge man. Daar wilde ik wel de post van aannemen, maar verder niet veel mee te maken hebben. En verder dacht ik aan Charles Bukowski. De auteur van het boek Post Office, publiceert in 1971, waarin hij beschrijft dat alle vrouwen bij wie hij de post bezorgt, dat hij daarmee naar bed gaat. Dat leek me wel wat. Maar ik kwam er al vrij snel achter dat de jaren 70 voorgoed voorbij waren. En een uniform had ik ook nog nooit aangehad. Een uniform, dames en heren, ik weet niet hoeveel mensen in deze zaal ooit een uniform hebben gedragen, maar het doet 3 dingen met je. Ten eerste, het doodt je individualiteit, het woord zegt het al. Het tweede is dat het verandert je in iemand anders, namelijk in een postbode in mijn geval. En het derde aspect dat ik wel boeiend vond, was dat het een enorme schaamte bij mij opriep. Ik vond het echt bijzonder beschamend om in dit pakje op straat te moeten. Maar dat was helemaal de realiteit. Daar stond tegenover dat de post soms, zeker voor iemand die van lezen houdt en van post houdt, ik schrijf graag zelf ook brieven, dus ik hou van brieven. De meest interessante brief die ik in mijn hand hield, was niet deze brief, want die komt mee terug naar het depot, maar een liefdesbrief van James A. Renske, ik kan het nog heel goed herinneren. Renske uit Herculesstraat in Amsterdam-Zuid. En James, ik heb de brief niet opengemaakt, zover ging ik dan ook niet, maar ik zag wel aan de envelop dat hij afkomstig was van de Florida Institution of Corrections. En toen dacht ik, dan ga ik toch even googlen. En toen kwam ik erachter dat deze meneer, James heette die, te dood veroordeeld was wegens meerdere moorden, bijna psycho. Toen kreeg ik een beetje medelijden met Renske uit Herculesstraat. Wat ik ook nog nooit had gehad, omdat ik nog nooit had gewerkt, is collega's. Ik had allerlei collega's, die deden 2 dingen. Nee, echt 3. Ze rolden, daar begon ik dus ook al vrij snel aan mee te doen. Ze klaagden, hè, dat doe je als je met collega's op je werk bent. En ze gingen elkaar verneuken. Dat zou weer een apart fuck-up verhaal opleveren, maar ik hou even bij mijn eigen verhaal. De meest interessante is, het werkt elkaar dus allemaal tegen. Ze probeerden elkaar het werk onmogelijk te maken. Toen dacht ik, het werk is al zo vervelend, laten we alsjeblieft elkaar een beetje helpen. Veel deden dat wel, maar een paar die stonden elkaar echt tegen. Deze meneer, die heette Hotpants, omdat hij in Hotpants naar zijn werk ging. En eigenlijk over het algemeen zo min mogelijk kleren aan wilde. PostNL vond dat niet leuk. Ik kreeg klachten daarover. Die zei, meneer Hotpants, wilt u alsjeblieft wat kleren aantrekken? Toen heeft hij dat gedaan. 1 week. En daarna ging hij weer in Hotpants. Ondertussen deed ik een tijdje dit werk. En ik kwam erachter dat ik helemaal niets verdiende. Dat is niet waar. Maar ik verdiende heel erg weinig. En het was toch wel het zal niet als een verrassing voor u komen dat postbodes niets verdienen, of heel weinig verdienen, maar voor mij was het toch wel een klein onderdeel van mijn plan om wat bij te dragen aan de huur die vooral door mijn vrouw werd bekostigd. En als ik bij de bakker stond, dan kreeg ik dus op mijn pinautomaat een dergelijke boodschap. En dat vond ik onprettig, vooral als je bij de bakker staat, want je wilt toch wel af en toe wat eten.
Ik ging ook van de beroemdstijd, naarmate ik wat langer bij de post werkte, werden mijn arbeidsethos, die erodeerde een beetje. Ik dacht van, als ze mij zo weinig betalen, minimumloon krijgt de postbode thans. Dan kan ik mij wel af en toe eens een keer een krantje permitteren. Dus ik nam een Le Monde mee, die eigenlijk bedoeld was voor het Franse consulaat. Ik kwam er ook achter dat ze die kranten eigenlijk nauwelijks lazen, want die kwamen vrijwel ongelezen. Laagst even later weer bij de uitgang. Die zat wel eens mee. Soms zat er een twintigje in een envelop. Ik hield het tegen het licht, zag er een twintigje zitten en ik maakte die brief, die klopte ook van geen kant, het adres klopte niet, afzender, er was echt iets mee mis. Maar het bleek om een oplichtingspost te gaan. Dus als meneer uit Oostenrijk had een e-mail gekregen uit Nederland, stuurt hij even een twintigje op naar dit adres, dan komen die miljoenen die op de bank staan wel weldra uw kant op. En mijn vrouw zei terecht, oké, die man is opgelicht, dan kun jij net